I'm Sylvie Kloss, and this is my project Hugsy. I worked on it together with four other students from industrial design at the TU Eindhoven. And what we designed is a comforting solution for babies who are born too early who have to stay in the hospital. So what we made is a set of comforting tools that simulate and facilitate kangaroo care. So when a mom comes to visit her baby in the hospital and the baby is laid on her chest and they spend time together, our blanket is used to hold the baby in place. And during this time, we also capture the smell of the mother in the cloth, and we also record her heartbeat with a heartbeat module. So when the baby goes back into the incubator, the blanket is used for positioning the baby. The blanket has the smell of the mother, and then we place the heartbeat speaker, which is playing back the heartbeat of the mother, underneath the baby. So he is comforted by the presence of his mother, even though she is not in the hospital. Ik ben Anne Spa. Ik ben afgelopen juli afgestudeerd aan industrial design aan de TU Eindhoven. Wat ik heb gedaan, ik heb dagelijkse voorwerpen herontworpen. De wekker en een grootvadersklok. Wat ik daarmee heb proberen laten zien is hoe objecten in ons dagelijks leven ons gedrag heel erg kunnen beïnvloeden. Deze wekker die gaat maar 7,5 uur. Dus je zet hem aan en 7,5 uur later gaat hij af. Dus je kan hem best om 2 uur 's nachts zetten, maar dan word je pas om 9:30 gewekt. Wat misschien problematisch kan zijn. En waardoor je dus eigenlijk die wekker om 11 uur 's avonds moet gaan zetten. Vervolgens heb ik ook nog de grootvadersklok gemaakt. Dat is deze mooie rode. Wat die doet, die is door de week gewoon een grootvadersklok met een wiegende pendule. Maar op het moment dat het weekend begint, draait die pendule dus omhoog en verbergt de klok. Dus in plaats van dat je de tijd af kan lezen van die klok, word je stiekem geconfronteerd met jezelf. Ik ben Joep LeBlanc en ik presenteer hier samen met Joep Frens en Bastiaan van Hout de IoT Sandbox. Met de IoT Sandbox willen we eigenlijk een eerste oplossing geven op een modulaire manier om IoT devices in je huishouden met elkaar te verbinden. En daarvoor hebben we deze module ontworpen. En in eerste instantie zit hier een lichtmodule in bijvoorbeeld, waarmee we de ambient lighting kunnen besturen in het woongedeelte. Maar stel nou, we kopen een nieuwe speakerinstallatie en we krijgen daar een apart blokje bij, dus een aparte module in onze controller. Klikken we erin. Nu kunnen we muziek aanzetten. En stel nou, we willen een keer een feestje geven en we hebben zoiets van, het zou leuk zijn als de lampen reageren op het geluid. Dan kunnen wij daarvoor deze module aanklikken, de lichtmodule aanklikken en een lege tegel aanklikken. Die zijn nu gelinkt. Mijn naam is Gayle Jezeman. Ik ben Chief Mechanical bij Project March. Wij zijn een multidisciplinair studententeam aan de TU Delft. We bouwen een robotpak voor mensen met een dwarslesie. Die hebben geen gevoel en geen controle over hun benen. Met behulp van ons robotpak, met ons exoskelet, kunnen zij weer opstaan en lopen en een dagelijks leven meedoen. Ze krijgen hun mobiliteit weer terug. Het bijzondere van dit exoskelet is dat wij niet alleen de flexie-extensiebewegingen, maar ook zijwaarts kunnen stappen. Dus de zijwaartse beweging zorgt voor meer natuurlijk loopgebruik. Wat anders belangrijk is, is dat wij de gebruiker van het exoskelet als een piloot instellen. En dat als piloot je met behulp van de input device in de krukken waarmee je loopt, zelf kan selecteren hoe je loopt, hoe snel je loopt en wat voor stappen je neemt. Ik ben Stijn Antonissen en ik heb samen met een team van de TU Delft hebben wij het probleem opgelost van mensen die moeite hebben met in slaap vallen. Wat wij gedaan hebben, is we hebben een zachte knuffelbare robot gemaakt welke je mee naar bed neemt. En je gaat een lepeltje mee in bed liggen. En je knuffelt hem als het ware. Zo. En wat hij gaat doen is hij simuleert een ademhaling. Dus hij zet in en hij zet uit. En wat er dan gebeurt is je neemt deze ademhaling onbewust over. Dus je gaat hem nadoen. Vervolgens gaat de robot steeds langzamer ademen. En daardoor val je uiteindelijk in slaap. Ja, mijn naam is Dion Boris, een onderdeel van het onderzoeksteam binnen de faculteit bouwkunde aan de Universiteit van Eindhoven. Het is onderwerp de 3D betonprinten. Sinds september 2015 proberen wij het printproces in de vingers te krijgen. Het is een samenwerking tussen onze projectgroep en een vertegenwoordiging van de bouwketen in Nederland. Hierachter zien we dus het paviljoen dat wij de afgelopen tijd geproduceerd hebben. En dit laat eigenlijk zien wat op dit moment met de techniek mogelijk is. En in de toekomst willen we de zwart-wit-printer die we nu gebruiken, willen we uitbreiden naar een kleurenprinter die niet alleen het materiaal neerlegt waar we willen, maar ook precies de juiste hoeveelheid die we willen.
Mijn naam is Gijs Bouwens. Ik ben onderdeel van de afstudeerstudio aan Public Building for Refugees. Met deze studio doen wij onderzoek naar wat we met architectuur, met publieke gebouwen kunnen betekenen voor in vluchtelingenkampen. Omdat het verder gaat dan alleen wonen en eten en leven. Het gaat ook over een stukje gemeenschap. Mensen moeten zich een soort van thuis kunnen gaan voelen in zo'n kamp. Nou, met dit bindsysteem hebben ze in dit prototype een badhuis vormgegeven. En dit gaat over een pop-up school, wat heel makkelijk in crisissituaties zoals vluchtelingenkampen kan op worden gezet. En dit systeem, hoe het hier staat, is een ceremoniefunctie, een soort communitygebouw waar gemeenschappelijke activiteiten kunnen plaatsvinden. Mijn naam is Pijn Verburg en ik ben recentelijk afgestudeerd aan de master van industrial design hier in Eindhoven. Ik heb dus mijn project Protoprobes hier staan, waarbij dus sensordata eigenlijk heel makkelijk inzichtelijk wordt gemaakt wanneer er een nieuw innovatief prototype ontwikkeld wordt. Dus als wij hier nu op het scherm kijken, dan zien we dat als ik met deze lichtsensor interacteer, dat ik een datastroom binnenkrijg. En je kan dus heel makkelijk eigenlijk met die data spelen om te zien wat er nou gebeurt en hoe de representatie van wat die sensor eigenlijk waarneemt nu gevisualiseerd is. Ik ben Jasper Brus en ik werk samen met Rick de Bond, Lisa Timmers en Joep Worms. Wij werden in een wedstrijd gevraagd om een Eindhoven te ontwerpen voor over 50 jaar. Er komen 800.000 arbeidsmigranten naar Eindhoven. Wij moeten ontwerpen hoe zij gaan samenwonen en wij moeten een manier bedenken om vorm te geven aan die groei. Wat wij eigenlijk hebben bedacht is dat de huidige manier waarop we omgaan met groei radicaal anders moet. Wij stellen voor om juist de rand op te zoeken voor groei. Dus wij willen eigenlijk de stad gaan ontwikkelen alleen op die rand. Hier vindt alle groei plaats. Dan kunnen we het natuurgebied radicaal conserveren. En hetzelfde doen met de binnenstad. Die kunnen we dan ook conserveren. Doordat we de druk verlichten op de binnenstad en het buitengebied, kunnen we daar die belevingswaarde maximaliseren. Dit project gaat over een virtual reality setting waarmee simulaties gedaan worden qua omgeving met autonome auto's. Dus een zelfrijdende auto die nadert een verhuizer en daar verhuizer moet een weg oversteken. Maar je kan geen oogcontact zoeken met de zelfrijdende auto. Dus om die setting te testen, de risicofactoren mee te nemen. En daarom is het gedrag van mensen wordt eigenlijk daarmee uitgevogeld van nou, hoe is dat nou als zo'n zelfrijdende auto jou nadert terwijl jij druk bezig bent. En deze demo is hier om dan mensen het gevoel te geven van nou, hoe is dat nou? Mijn naam is Rogier Arends en ik heb dit project samen met Binyu ontwikkeld. Het project heet Heartbloom en wij registreren iemands hartslag. En die wordt direct gevisualiseerd met de penplotter. Dus die tekent een cirkel en elke streepje wordt eigenlijk aangestuurd door het hartritme. Hoe langer het streepje is, hoe rustiger de hartslag, hoe korter, hoe sneller de hartslag. En daardoor kun je in deze collectie kun je zien dat eigenlijk ieder zijn ritme anders is en dat elk persoon ook uniek is. Ik ben Anke van Oostraat, ik ben student industrial design en ik heb een interface ontworpen voor een slimme thermostaat. Een slimme thermostaat die past zich als het ware aan aan de gebruiker, die leert daarvan en die gaat op een gegeven moment zelf de temperatuur controleren. En met dit soort systemen wordt het vaak lastig voor de gebruiker om te weten wie er in controle is of hoe je de controle terug kunt krijgen over het systeem. En daarom heb ik een van vorm veranderende interface bedacht. Zodra die groter is, is het systeem in controle en is de feedback die geeft ook wat dominanter. Zal die je meer proberen te forceren in een bepaalde richting. Hoe kleiner die wordt, hoe vriendelijker die wordt, hoe subtieler de feedback is en hoe meer de gebruiker in controle is en echt invloed kan uitoefenen op het leersysteem.